Namaste, welkom bij Yoga op Klompen, welkom bij een yin yoga les om je bloeddruk te verlagen. Deze yogales is opnieuw een yogales geïnspireerd door groenten en fruit. En dit keer door avocados. Avocados hebben een gunstige uitwerking op ons vatenstelsel. Ze helpen om de bloeddruk te verlagen door ons vatenstelsel gezond te houden. En dat gaan we nu nabootsen met een yogales waarbij we ook onze bloeddruk verlagen. Onthoud, alles wat je eet, wat uit de natuur komt, heeft een effect op je lichaam. Sommige dingen maken je agressief, sommige dingen maken je sloom, sommige dingen hebben een helend effect. En vooral verse groenten, vers fruit hebben een helend effect. Vandaar een Eat Your Veggies t-shirt. Maar natuurlijk eten heeft een kalmerend effect op het lichaam. Heeft een helend effect op het lichaam. En ook de yogales die we doen, als een les goed gebouwd is, als de juiste poses en in de juiste volgorde gekozen zijn, heeft dat een helend effect op je lichaam. Het kan een stimulerend en energiek effect hebben, of het kan juist een heel erg kalmerend effect hebben. Deze yin-yoga-les heeft een kalmerend effect. Switcht je parasympathisch zenuwstelsel aan. En je parasympathisch zenuwstelsel is niks anders dan je relax-modus. Dus we hebben een stress-modus, we hebben een relax-modus. Yoga kan je, als het goed gedaan is, in een relaxte staat brengen. Vandaar het helend effect op het lichaam. Oké, genoeg geluld, we gaan beginnen. Kom zitten op een yoga bolster of op een paar kussens. Die heb je tijdens deze les nodig, zodat we in vooroverbuigingen kunnen gaan, maar niet te diep gaan. En je wil in kleermakerszit zitten. Elke vorm van kleermakerszit voor jou is goed. Rug is recht, buikspieren zijn licht aangespannen. Kin is iets naar je borst. Linkerhand rust op je knie. Rechterhand vouw. Wijsvinger, middelvinger naar binnen. Plaats je duim tegen het schotje van je neus aan de rechterkant. En je ringvinger en pink tegen het schotje van je neus aan de linkerkant. Nou, sluit je het rechte neusgat af door iets met je duim te duwen net onder dat schotje. En je ademt in door je linker neusgat. Sluit links. Ringvinger pink duwen tegen het schotje aan. En adem uit rechts door rechts te openen. Adem in rechts. Sluit rechts. Adem uit links. Adem weer in links. Sluit links, adem uit rechts. Adem in rechts. Sluit rechts, adem uit links. En ga door in jouw tempo. Neusgat waardoor je uitademt. Wordt het neusgat waardoor je inademt. Dan veranderen we naar het andere neusgat. Zie of je ademhalingen langzaam iets dieper kan maken en iets langer kan maken. En probeer helemaal door te ademen naar je buik. Onze longen, als we daar ademen in de bovenkant van de longen, hebben een stressademhaling. Als we in de onderkant van de longen ademen,
hebben een relaxte ademhaling. Wil je buik voelen rijzen bij iedere inademing? Je wil je buik naar binnen voelen vallen bij iedere uitademing. Laatste cirkel. En zorg dat je eindigt met een uitademing aan de linkerkant. Dan kan je hand laten zakken en adem weer rustig in de beide neusgaten. Span je schouders. Ontspan je kaken. Ontspan je heupen. Blijf in je buik ademen. Als je er klaar voor bent, kan je langzaam je ogen openen. Okay. De ademhaling en onze emoties zijn gekoppeld. Op het moment dat we gestrest zijn, gaan we hoog ademen. Het mooie is, je kan het omdraaien. Je kan door bewust langzaam te ademen, stress kalmeren. En je ademt niet alleen langzaam, je ademt dan ook in je buik. Wat je zenuwstelsel tot rust brengt. Oké, perfect. We komen op onze billen zitten. We plaatsen de kussens of de bolster tussen onze voeten. Misschien, afhankelijk van je flexibiliteit, wil je de boel wel een beetje overeind zetten of dubbel vouwen. We gaan naar een kleine vooroverbuiging. Heel zacht, heel rustig, forceer niks. Geef je lichaam de tijd om in de pose te komen. En ook in deze pose adem in je buik.
1 minuut nog hier. Inademing, neem je tijd om je bovenlijf langzaam overeind te brengen. Dan strek je je rechterbeen. De linkervoet komt aan de binnenkant van je rechterdij. Bolster is naast je benen of op je been. Kijk wat voor jou haalbaar is. En we komen naar voren in Janusisasana. Dus we kunnen met onze ellebogen op de bolster rusten of op onze kussens. We kunnen weer bolster overeind zetten, kussens overeind zetten om ons hoofd erop te laten rusten. Als je de flexibiliteit hebt, kan ook je hoofd op de bolster rusten. Kijk wat voor jou te doen is, maar je wil een minimale stretch hebben. Yin yoga stretchen we ons bindweefsel, de aanhechtingen. En daarvoor willen we zo'n klein mogelijke stretch gebruiken. We willen niet te veel voelen in onze spieren, want onze spieren zijn koud. En om de spieren te stretchen, moeten we eerst een warming up doen. Door ze koud te houden, stretchen we juist de tenden meer. Een minuut nog hier. Inademing, neem weer de tijd om overeind te komen. De hoge bloeddruk wil je langzaam overeind komen. Geen abrupte bewegingen. Dan strekken we het linkerbeen. En we schudden heel even onze benen.
Schudden is het beste voor ontspanning. Beter dan stretchen. Oké. Dan gaat de bolster naar het linkerbeen. De rechtervoet komt binnenkant linkerdij. En we komen langzaam over ons linkerbeen naar voren. En kies weer jouw optie. Bolster kan nog steeds overeind zijn. Of de kussens kan overeind staan. Of meer kussens op elkaar. Je kan rustig je armen erop rusten. Hoofd ontspannen. Minimale stretch. Eén minuut nog. Neem weer je tijd om langzaam overeind te komen. Strek dan rechterbeen. En schud beide benen weer een beetje uit. Oké, we gaan naar voren in Paschimottanasana. Opnieuw, omdat we niet warm zijn, kan het lastig zijn om naar voren te komen. Gebruik weer je bolster als prop. Je kan je benen daarvoor iets uit elkaar brengen. Of je kan je bolster gewoon houden, ellebogen op, je bolster rusten en dan hier naar voren komen. Dit keer, als je de stretch een klein beetje voelt in je knieholte of rond je zitbot, is het oké. Zolang het maar een klein beetje is. Want het houdt in dat je de aanhechting, de tendon, aan het stretchen bent en dat is precies wat we willen bereiken in Yin Yoga. Adem hier. Thank you.
laatste ademhaling. Inademing, kom weer langzaam overeind. Oké. De pols gaat heel even naar de zijkant, zodat we het linkerbeen dubbel kunnen vouwen. Voet is naast je heup. Dus we hebben nu een mini stretch op onze linkerdij. Bolster of kussens komen weer op het rechte been. En we komen weer over het rechte been naar voren toe. Als dit te zwaar is voor je voet, draai dan je voet iets naar buiten toe. Dus in principe is je voet dubbel gevouwen. Geeft ook een stretch op de spieren langs je scheenbeen. Als je dat niet haalt, voet naar buiten draaien. En dan wordt het waarschijnlijk een wat makkelijkere pose. Laatste ademhaling. Inademing, langzaam overeind. Bevrijd je linkerbeen. Schud je benen weer heel eventjes uit. Klein beetje ontspanning in de spieren. En dan vouw je rechtervoet dubbel. Dus we hebben een stretch op het scheenbeen. Voor sommige mensen is het fijner om de voet iets naar buiten te draaien. Let op dat het niet te zwaar wordt voor je kniebanden. Dat kan juist je kniebanden overstrekken. En dan komen we weer heel langzaam naar voren.
laatste minuut. Kom dan weer langzaam overeind. Even laten. Triang Mukha Ikapada Paschimottanasana. Die pose. Scheut je benen weer even uit. Oké. Gaan naar een counterpose toe. Daarvoor plaatsen we de bolster achter ons. Tillen ons bekken op. Bolster komt onder onze bekken. Voet is op de grond. En we zijn in een kleine brugpose. Als je wil, kun je armen over je hoofd naar achteren toe. Een minuut nog hier. Til dan voorzichtig je bekken iets op. Haal de kussens of de bolster onder je bekken vandaan.
Strek je benen in Savasana. En leg de bolster even op je bovenlijf. Zodat je een klein beetje gewicht op jezelf hebt. Wat je helpt om beter te gronden, beter te aarden. Armen zijn langs je lichaam, handpalmen naar boven toe. In Savasana. Adem rustig hier. Het enige wat je nu hoeft te doen is te zijn. Als je wil, kan je nog wat langer blijven liggen. Anders beweeg je je tenen en je vingers iets. Strek jezelf uit. Hou met één hand je kussens of je bolster vast. Rol over op een zij. En met je ogen nog steeds gesloten, met behulp van de handen, kom je langzaam tot zitten. Breng je handen samen voor je borst. Buig je hoofd richting je handen. Geef je denken over aan je innerlijk weten. Wrijf in je handen om warmte te creëren. Plaats je handen over je ogen. Voel de warmte, de energie van je handen naar je ogen gaan. Open je ogen in de duisternis van je handen. Spreid je vingers om het licht binnen te laten.
En breng je handen weer samen voor je borst. Dankjewel dat je mee hebt gedaan met deze les. Als je kan met hoge bloeddruk, probeer hem regelmatig te herhalen. Eet avocado's. Maar überhaupt, denk aan je eten. Denk wat eten kan doen voor je gezondheid. Yoga en Ayurveda zijn gekoppeld. Eigenlijk gaat Ayurveda, de Indiaanse gezondheidsleer, vooraf aan yoga. Omdat dat ervoor zorgt dat we een gezond lichaam hebben. En met een gezond lichaam kunnen we asana's doen. Maar we kunnen dus ook de asana's voor een deel gebruiken. Gebeurt ook in Ayurveda. Om te herstellen, om gezond te worden. Bijvoorbeeld om onze bloeddruk te verlagen, om stress te verlagen. Oké. Ik hoop dat dit behulpzaam was. Wil je überhaupt meer over yoga weten? Klik op de video. Wil je meer yin yoga doen? Daar is een playlist. Als je het nog niet gedaan hebt, schrijf je in voor het kanaal. Klik op het belletje en dan krijg je een melding als er voor jou een video klaar staat. Ik zie je bij die volgende video. Namaste.